Het weerbeeld van Suriname kan wat heilig en mistig worden door de vulkaanuitbarsting op Sint Vincent en de Grenadines. Dit zegt Sukarni Salons Mitro, hoofdmeteorologische dienst Suriname, in gesprek met onze nieuwsdienst. Salons Mitro zegt dat door deze vulkaanuitbarsting er veel stofwolken en rookdeeltjes in de atmosfeer zijn. Dus de heiligheid wordt dan veroorzaakt door mogelijke vulkanische asdeeltjes in de atmosfeer. Alhoewel Suriname niet direct in de windrichting staat van deze asdeeltjes, is het niet uitgesloten dat we ook beïnvloed worden door deze asdeeltjes. Op dit moment verplaatsen de asdeeltjes, die vulkanische asdeeltjes, in noordelijke richting. Maar u weet, de circulatie wereldwijd zijn eigenlijk met elkaar in verbonden. In de zin van, het heeft invloed op elkaar. Dus voor nu kan het mogelijk zijn dat we, dus met betrekking tot die vulkanische asdeeltjes, dat we een mix van heilig en mistig wereldbeeld kunnen hebben. Salons Mitro zegt dat een ieder die last heeft van ademhalingsproblemen zich moet beschermen tegen deze heiligheid. Gezien de huidige mondkapjesplicht is dit ook een goede bescherming tegen de stofdeeltjes. Ook zegt de meteoroloog dat de samenleving zich moet voorbereiden op de grote regentijd die van midden april tot medio augustus duurt. Je kan dan stellen dat de grote regentijd al begonnen is. En gedurende deze grote regentijd, de intertropische convergentiezone is bepalend voor ons neerslag in Suriname. Op dit moment migreert de intertropische convergentiezone vanuit het zuiden naar het noorden. Vandaar dat het binnenland nu wat meer neerslag ervaart. Maar langzamerhand, de kust, we mogen ook meer neerslag verwachten in de loop van de tijd. De seizoenen zijn niet in de war. De seizoenen zijn nog steeds, om het zo uit te drukken, zijn nog steeds valide wat we hebben. Alleen de neerslagpatronen die kunnen variëren. En dat heeft te maken met de variabiliteit. De neerslag van vandaag hoeft niet hetzelfde zijn als de neerslag van vorig jaar. Dus het kan variëren. Karni Salons Mitro, hoofd meteorologische dienst Suriname.